mensen staan, komen voorstellen, je kan ook even lekker nog naar voren komen. Is hier nog genoeg plek om te zitten? En anders blijf lekker rustig achteraan staan. Leg even de cashbox weg. Veel mensen hebben vooral op een hele leuke manier kennis gemaakt met cryptocurrency. Door de FOMO, de fear of missing out. Door al die leuke, bijzondere verhalen die je hoort van vrienden, kennissen, collega's, op verjaardagen, op werk. De energie die natuurlijk heel veel mensen krijgen door constant die stijgende koersen van verschillende currencies. Nou, ik heb zelf, was ik erg blij, toen ik 40 bitcoin gekocht op €230. Helaas weer verkocht op €860. Ander verhaal. Ook de volgende spreker heeft helaas op een hele vervelende manier kennis gemaakt met cryptocurrencies. Maar voor Frans was dat wel direct het startpunt om hier direct vol op in te springen, zich dit allemaal wijs te maken en hiermee aan de slag te gaan. Frans is naast bloktuchast en cryptuchast, als ik dat volgens mij goed uitspreek, ook advocaat, ambassadeur en ambassadeur voor Smartcash. Daar komt hij ons vandaag over vertellen. Frans, floor is yours. Dankjewel Jan. Smartcash en de toekomst van ons geld. Ik ben advocaat en advocaat in crypto, dat is niet iets waar je zeg maar een combinatie waar je op het eerste gezicht aan denkt. Maar dit is de oorsprong van mijn interesse. Mijn beeldscherm kleurde rood. Your files are encrypted. Wilt u alsjeblieft €300 aan cryptocurrencies overmaken naar een adres? En dat was een adresje met allemaal letters, cijfers, een beetje onduidelijk. Ik was op te verrekken. Ik voelde me gechanteerd, ik voelde me bezekerd, ik voelde me gepiepeld. Ik heb me alle bochten gewrongen om niet die €300 aan cryptocurrencies te hoeven betalen. Uiteindelijk wilde ik mijn Frans terug. Ik kon niet anders. En ik heb de €300 in crypto's gekocht. En daar moest ik voor naar een site. Daar heb ik cryptocurrencies gekocht. Wallet aangemaakt. Dat was allemaal helemaal nieuw voor mij. En vervolgens heb ik dat, die crypto's, die €300 pijnlijke euro's, overgemaakt naar dat adres. En ploep, nog geen seconde later, had ik in een soort inboxje een code om al mijn files te decrypten. Ik heb met een IT-man heb ik die code losgelaten op mijn systeem. En al mijn files had ik weer terug. Godverdomme. Dit is de laatste vloek. En toen dacht ik, ik ga hier iets mee doen. Mijn interesse was gewekt, ik was geïntrigeerd door hoe het werkte. En ik ben me gaan verdiepen in cryptocurrencies, in de blockchain. Ik ben met mensen gaan praten, mensen die daar al lang mee bezig waren, waaronder bijvoorbeeld Vince Mains. Ik heb me verdiept in internet tutorials. Ik ben bij lezingen geweest, ik ben heel vaak hier op de Smart Services Campus geweest om meer te leren over de blockchain. En zo ben ik ook in aanraking gekomen met Smartcash. Smartcash, een cryptocurrency, waar ik zo dadelijk meer over ga vertellen. En zo al pratend leer je dus meer over crypto's. Wie van jullie heeft al cryptocurrencies? Dit is een keer gevraagd, want er stond ik achter. Het gaat de goede kant op. Ik schat zo'n 30-40% van de mensen in deze zaal. Enig idee hoe groot de totale waarde van het geld in de wereld is. Het antwoord staat op het scherm, maar het is $80.000 miljard. Dat is de waarde van al het gartale en girale geld in de wereld. Enig idee wat de waarde is van de crypto's in dollars. $800 miljard. Dat betekent. Wanneer is deze slide? Nou, deze slide. Dat is een hele goede. Dat is iemand die coin market cap in de gaten houdt. Begin januari was het eerder, heeft de waarde van de crypto's de $800 miljard aangetikt. Het is weer even terug, maar het gaat wel naar de $800 miljard. En wat is het bijzondere aan deze $800 miljard van die crypto's?
dat is dat je maar iedere twee maanden verdubbelt. En de enorme impact daarvan ga ik zo met jullie bespreken. Wat zijn cryptocurrencies? Cryptocurrencies, dat zijn munten, digitaal geld, mag ik digitaal geld noemen, geld gebaseerd op de blockchain. En blockchain is een innovatie. Blockchain is een innovatie die de wereld echt gaat veranderen. Daar ben ik enorm voor duidelijk. En waar zorgt die blockchain voor? Die zorgt ervoor dat betaalverkeer super veilig, super snel, super efficiënt, super energiezuinig. Die discussie die wil ik nog wel aangaan. En het allermooiste is... Energiezuinig. Ja, die discussie wil ik wel aangaan. En het allermooiste is, er is geen derde partij meer nodig. Banken zijn niet nodig voor het elektronische betaalverkeer. Wij zijn een beetje verwend in onze maatschappij. Wij zijn opgegroeid van kinds af aan in een wereld waar je kunt pinnen, waar je kunt betalen. Er zijn hele gebieden in de wereld waar dat niet is. En die gebieden krijgen van de ene op de andere dag, ze hebben wel internet, maar ze hebben geen banken, ze hebben geen betaalverkeer. Krijgen van de ene op de andere dag krijgen ze cryptogeld. Die gebieden gaan een enorme leap forward maken. Dankzij de blockchain. Blockchain is een innovatie. En innovaties, die hebben één ding gemeen. Die maken een bepaalde levenscyclus door. De innovation adoption lifecycle. De blauwe lijn vertelt wat over de mensen die gebruik gaan maken van de innovatie. En in de begintijd zijn dat de innovators. Dat zijn vaak techneuten, mensen die de innovatie zelf bedacht hebben, die eraan geknutseld hebben, die eraan gewerkt hebben. En die de innovatie op de markt hebben gebracht. In het begin willen ook alleen maar die innovators ermee werken, omdat dat de enige mensen zijn die weten hoe het werkt. En op een gegeven moment komt er een concept dat werkt. En dan staat er een hele groep mensen te trappelen, de early adopters. Maar dan hebben we nog steeds maar over 13,5% van de markt. En die early adopters die willen graag, dat zijn mensen die nieuwe dingen willen, die nieuwe dingen als eerste willen uitproberen. En dan komt de early majority, dat is 34% van de markt. En dat zijn de mensen die ook wel tamelijk snel een nieuwe ontwikkeling adopteren. Dan komt de late majority, dat zijn de mensen die eigenlijk niet willen, maar een beetje meegaan in de flow. En dan de laatste 16% van de markt die een innovatie adopteert, dat noemen ze de laggards. En in cryptotermen heten die mensen ook wel bankiers. Dat is even een cryptograpje. Ik moet het ook terugnemen, want mevrouw Lagarde van IMF die voorspelt een grote toekomst voor cryptocurrencies. Ik weet dat in Nederland banken echt serieus bezig zijn met cryptogeld. DNB draait hele systemen op, even interne digitale munt. In Zwitserland lopen ze nog veel verder voorop. Dus het was even intern grapje. Maar wat je kunt zien, is dat bij die innovation adoption, dat het marktaandeel een soort, dat is die gele lijn, een soort S-lijn maakt. Het gaat eerst exponentieel omhoog, dan vervolgens vlakt de groei af naar 100%. En mijn vraag aan jullie is, wat zijn jullie? Meningen lopen uiteen, maar ik denk zelf dat jullie zijn klaar om te gaan werken met cryptocurrencies of werken al met cryptocurrencies op de grens zitten van de innovators en de early adopters. En dat komt ook wel ongeveer overeen met het 1% marktaandeel van de cryptocurrencies en de totale geldhoeveelheid in de wereld. En het feit dat jullie de early adopters zijn, maakt dat er na jullie nog 97,5% van de mensheid komt die cryptocurrencies gaat gebruiken. Jullie zijn dus extreem vroeg bij. En als je kijkt naar de ontwikkeling van de market capitalization, die piek, dat is die 800 miljard. Je ziet daarna weer, is het weer gezakt. Maar de lijn is, als je goed kijken, dezelfde lijn als die gele. Dus het gaat nog veel verder en veel harder stijgen. Ja, dat gaat nu. Rood is het traditionele geld en blauw, dat is de crypto. En we zitten nu in januari, helemaal links januari 18. Crypto is 1% van totale geldhoeveelheid. In maart 2018 is dat 2%.
In mei 4, juli 8. In september gaat het opeens harder. Dan wordt het 16%. November 32. En in december, januari zitten we op 64%. En als deze aanname klopt, dan zijn de crypto's in maart 2019 even groot als traditioneel geld. Dat betekent ook meteen dat de geldhoeveelheid in de wereld is verdubbeld. Ja, daar staat dezelfde hoeveelheid goederen tegenover. Dit is een aanname. Het kan een jaar later zijn, het kan een jaar eerder zijn. Maar deze immense ontwikkeling is wat de wereld staat te wachten. Hoe ziet dan de toekomst van het geld eruit? En dan met name de cryptocurrencies. Ja, er zullen er echt heel veel zijn. Er zijn op dit moment 1400 gelijst op exchange platforms. Er zijn nog heel veel munten die niet op exchange platforms zijn. Misschien zijn er wel 10.000 coins, maar 1400 echt officiële geliste coins. Ik denk als we een jaar of wat verder zijn, dan is er ruimte voor 100 coins die levensbestendig blijken te zijn. En 10 coins zullen dominant zijn. En ik denk dat Smart Cash, waar ik nu over ga hebben, daar een van zal zijn. Wat is Smart Cash? Smart Cash is een hele jonge cryptomunt. In 2016 is het ontsproten aan de hoofden van de bedenkers van Smart Cash. Het waren 3 developers die waren betrokken bij een andere munt, bij een andere cryptomunt, en die eens waren met de wijze waarop zeg maar die munt zijn koers bepaalde, hoe er om werd gegaan met de stemmen van de verschillende mensen in de community rond die munt. Die dachten, wat hier gebeurt, dat kunnen wij beter, dat gaan we verbeteren. En we gaan ervoor zorgen dat er een nieuwe munt komt die beter is dan alle anderen. En ze zijn Smart Cash gekomen. En ze hebben daar een bedrijfsmodel omheen bedacht, en dat heet de Smart Hive. En Hive is een Engels woord voor bijenkorf. En ze hebben zo bedacht, we maken een model waar iedereen die wil, komt aanvliegen. Hij of zij doet zijn ding, levert zijn bijdrage en vliegt er weg en heeft daar ook zijn voordeel bij. Nou, zo hebben ze een team gevormd van 30 developers die allemaal hebben gewerkt aan het tot stand brengen van Smart Cash. Er is ook geen ICO geweest, helemaal niks. Ze zijn gewoon gaan programmeren en hebben die munt in het leven gebracht. En de munt heeft een aantal leuke dingen. En een van de dingen is voting. Iedereen die wil, ook u hier in de zaal, en ik heb al mensen gesproken, ik weet niet of ik iemand die gaat al een voorstel indienen. Iedereen kan bij Smart Cash een voorstel indienen. Als u denkt, ik heb een idee, waar Smart Cash beter van wordt, waar ik zelf beter van word, dan kan ik dat voorstel indienen. En dat voorstel, dat wordt gewoon door iedereen die Smart Cash heeft, overgestemd. Iedere euro, ieder muntje telt voor 1 En zoals u ziet, deze meneer daarboven had Smart Cash Listing van CoinWatch Center, wilde die gaan zorgen. Heeft hij in stemming gebracht, 37% stemt voor, 61% stemt tegen. Als de stem voorbij is, is het gewoon of gaat het door of gaat het of wordt het afgewezen. Gaat het door, dan krijg je gewoon de fondsen in Smart Cash om je project gestalte te geven. Nou, dat heb ik ook hier voor jullie gezegd. Ik ga een presentatie geven op de Smart Services Campus. Ik heb een voorstel ingediend bij de community. En ik heb gezegd dat iedereen een aantal paper wallets geeft met Smart. En de paper wallet hebben jullie gezien. Dat is dat gele papiertje met 2 QR-codes erop. Ik heb gezegd dat iedereen 10 Smart geven die komt. De community heeft erover gestemd. En dan hebben we gezegd, oké, ik deel die Smart uit en daar leggen ze op een stoel. Zo werkt Smart Cash. Als u een goed idee heeft, dien het in de Smart Cash en wellicht stemt de community voor. Smart Voting heet dat. Er is nog iets, Smart Rewards. Dat is een systeem, vooral bij jonge munten zien we dat de munten heel volatiel zijn. En Smart Cash is bij 2017. 2017 in de begintijd is vooral van belang om de koers te stabiliseren, dat niet iedereen de munt meteen te durven.
Er is smart rewards voor het leven geroepen, prijsstabiliseringsmechanisme. Iedereen die coins in zijn wallet heeft, een tijdje vasthoudt, die krijgt iedere maand een kleine reward. Gewoon een beloning voor niet meteen durven op een platform. En zo groeien en wassen dus initiële smarts passen aan. En wat maakt Smart Cash nou, waarom geloof ik in Smart Cash? Dat is onder andere Smart Nodes. Smart Nodes, kan ik zo wat meer over vertellen. Smart Nodes maken instant pay beschikbaar voor cryptocurrencies. Dat is betalen sneller dan nu de pinbetaling in de winkel. Je loopt met een telefoon of met een kaart langs een betaalterminal en de betaling is verricht. Supersnel. Even kort hoe het werkt, de betaling wordt gelokt en de confirmaties op de blockchain vinden pas later plaats. Maar omdat de betaling en de fondsen in je wallet zijn gelokt, wordt de betaling al vrijgegeven. De toekomst van het betaalverkeer. Er zijn veel mensen die zeggen, we werken eraan en we werken eraan. Met Smart Cash wordt er daadwerkelijk aan gewerkt. Het hele Smart Node netwerk is uitgerold. Er zijn overal in de wereld punten die zeg maar die betalingen lokken. En waarmee dus die betalingen mogelijk worden gemaakt. Ik heb jullie allemaal een wallet gegeven. Dat is het gele papiertje. Er staat 10 smart op die wallet. Michael Rijken die stuurt jullie een uitleg van hoe je die wallet kunt gebruiken en hoe je die smart op de paper wallet staat kunt opleuken in een web wallet. Die uitleg komt morgen. Daar wens ik jullie heel veel plezier mee. Ik hou ervan om mijn publiek altijd te prikken met scherpe uitspraken. En een van die uitspraken die ik jullie wil voorleggen en die ik gewoon naar aanleiding van deze dag mee wil geven, je hoeft er niet mee eens te zijn, je mag het ook heel graag tegen de kast geven. En die uitspraak luidt: het zijn niet de cryptocurrencies die heel snel in waarde stijgen. Het zijn de traditionele valuta als de euro en de dollar. Die heel snel hun waarde verliezen. Dan wil ik jullie vragen, volg op LinkedIn en Twitter. Dan bedank jullie voor de aandacht.